Er zijn vorig jaar in Gelderland minder verkeersdoden gevallen dan het jaar daarvoor. Maar toch blijft het belangrijk jonge fietsers te leren hoe ze zo veilig mogelijk aan het verkeer kunnen deelnemen. Dus het is echt wel belangrijk en zeker ook als ze ouder worden. Heel veel ongevallen zijn eenzijdig. Gemeenten en waterschappen staan onder toezicht van de provincie. Maar volgens de Rekenkamer Oost-Nederland schiet dat toezicht tekort. En moslims vieren vandaag Eid al-Fitr, het suikerfeest. Maar moslims uit Gaza doen dat met dubbele gevoelens. Het is wel vermengd met verdriet. Ook op deze dagen wat gebeurt in Gaza en Palestina. Goedenavond. De provincie Gelderland houdt onvoldoende toezicht op gemeenten en waterschappen. Dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in een rapport. Volgens de onderzoekers liggen beleid en uitvoering mijlenver uit elkaar. Zo zou het toezicht op de leefomgeving volgens het onderzoek erg gebrekkig zijn en wordt informatie onvoldoende gearchiveerd. Ook wordt de politiek niet goed geïnformeerd. De belangrijkste redenen dat het toezicht niet op orde is zijn capaciteitsproblemen, onvoldoende bijsturing en een onduidelijke wijze van prioritering. De Rekenkamer heeft al een aantal voorstellen gedaan om de situatie te verbeteren. De provincie laat in een reactie weten het rapport eerst te willen bestuderen. Het CBS presenteerde vandaag cijfers over het aantal verkeersdoden van het afgelopen jaar. Landelijk waren dat er 684 en dat waren er 61 minder dan in 2022. In Gelderland kwamen in 2023 99 personen om het leven door een verkeersongeval. Dat zijn er 4 minder dan het jaar daarvoor. Het aantal verkeersdoden neemt de laatste jaren eigenlijk juist weer toe. En wat vooral opvallend is, is dat het percentage fietsers onder de verkeersdoden stijgt. Ja, artsen pleiten al een aantal jaren voor het dragen van een helm tijdens het fietsen. Dat zou veel letsel en zelfs doden kunnen schelen. Het dragen van een fietshelm is veiliger. En jong geleerd is oud gedaan. Bij kinderopvang Poespas in Nijmegen krijgen kinderen verkeersles met een helm op. Wat heb je daar op je hoofd? Een helm. Ja, waar is dat voor eigenlijk? Als je valt, dan doet het niet zo pijn. Ja, de kinderen hier weten het wel. Het dragen van een helm op de fiets is wel zo veilig. In mijn werk als kinderneuroloog zie ik dagelijks kinderen met hersenletsel. En een groot deel, of het grootste deel daarvan, heeft dat opgelopen ten gevolge van een ongeluk. En we weten dat een fietshelm de kans op ernstig hersenletsel, nou zeker wel met 60% kan verminderen. En de kans op dodelijk hersenletsel ook waarschijnlijk met 70% kan verminderen. Heb je altijd een helm op als je fietst? En waarom? Omdat je anders heel hard valt op je hoofd. Een fietshelm opzetten is iets wat we in Nederland niet zo gewend zijn. Maar dat kan veranderen. Ik denk wel als ouders het meer gaan doen en ook op jonge leeftijd als kinderen al bij de ouders op het fietsje gaan, voor of achter op het zitje, kinderen al een helmpje gaan dragen. De kinderen die zijn dat gewoon gewend. Die kinderen maakt niet zoveel uit. Dus vooral de ouders die het kunnen stimuleren om te doen, door ook zelf een helm te dragen. Ik zou zeker zeggen blijf lekker fietsen, want dat is gezond. Maar doe wel een helm op, want dat beschermt je gewoon tegen problemen. Het is vandaag Eid al-Fitr, ook wel bekend als het suikerfeest. Het is de afsluiting van de Ramadan, de vaste periode voor moslims. Overal, ook in Nederland, gaan moslims dan naar de moskee om te bidden. En vervolgens naar familie om met elkaar te eten en cadeautjes uit te wisselen. Voor de Palestijnse moslims is het dit jaar een bitterzoet feest met een rouwrand. Ook bij Mohammed en Palestine in Nijmegen wordt er niet veel gevierd. Want het voelt niet goed om het feest te vieren terwijl er doden vallen in Gaza. Feest is feest. En vreugde is onze harten. En is wel vermengd met verdriet. Ook op deze dagen wat gebeurt in Gaza en Palestina. De mensen het suikerfeest vieren in de tenten, onder de wapens. Palestine heeft wel wat traditionele zoetigheden gemaakt. Ze deelt ze samen met haar dochter uit namens de kinderen die nu in het oorlogsgebied leven. Eid Mubarak. Eid Mubarak, inshallah. Het is van Gaza, van kinderen van Gaza. Vreugde is uitdaging. Ja, ze willen onze vreugde doden. Maar we vasthouden met onze vreugde van. We willen vasthouden met ons leven. Het was een spectaculair gezicht vanmorgen bij de IJssel.
Daar begon al vroeg een oefening van defensie. 85 voertuigen en meer dan 500 militairen moesten daar in korte tijd de IJssel oversteken. En dat moest mogelijk gemaakt worden door de genie. Het is een hele operatie. De mannen en vrouwen van de genie vormen eerst een veerpont met pontons, om daarna zelfs een hele brug te maken van die pontons, om zo snel mogelijk de IJssel over te steken. En hoewel we in Nederland ook gewone bruggen hebben, is deze oefening wel essentieel. Wat we zien ook in Oost-Europa is dat we heel veel rivieren hebben die we in zo'n strategische verplaatsing eigenlijk tegenkomen. En dan is een van de belangrijkste dingen is dat je in ieder geval alle hindernissen kan overwinnen. En een hele grote hindernis is een waterhindernis, zoals de rivier. En daarom moet je dat dus trainen. Want inderdaad, deze militairen zijn onderweg naar Oost-Europa. Zij doen mee aan een grote NAVO-oefening die begint in Nederland en eindigt in Litouwen. Dit alles staat in het teken van de afschrikking. En om te laten zien dat wij in staat zijn om in korte termijn aan de oostzijde van Europa gewoon ingezet te kunnen worden. Wat dat betreft kijkt commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim tevreden naar deze oefening. Trots inderdaad dat je ziet dat je bij een oefening als dit in staat bent om hier die pontonbrug neer te leggen. Maar niet alleen dat, hè, dat je met al je eenheden van de 13e brigade, van alles wat hierbij komt kijken, uiteindelijk die verplaatsing van west naar oost kan laten zien. Straks in deze uitzending, wat vinden kinderen het beste boek van vorig jaar? In Apeldoorn was vandaag de landelijke aftrap van de stemweken. Dus over een paar weken, dan weten we het. Ik ben pas bij de tweede bladzijde. Burgemeester Pieter van Maren van Zaltbommel is vorig jaar door de wethouders gedwongen om openheid van zaken te geven over de monumentenaffaire. Dat blijkt uit door Omroep Gelderland opgevraagde stukken. De vier wethouders schreven een uitgebreide brief aan de burgemeester. Hij had de ramen van zijn monumentale woning laten vervangen. De burgemeester handelde daarmee willens en wetens in strijd met de vergunning. De politie heeft gisteravond een 42-jarige inbreker aangehouden in Apeldoorn bij een leegstaand bedrijfspand aan de John F. Kennedy-laan. Hij probeerde zich nog voor de agenten te verstoppen in de bosjes, maar hij werd gevonden. Tijdens de aanhouding verzette de inbreker zich. Hij is opgepakt op verdenking van het mishandelen, beledigen en bedreigen van een politieagent. Meerdere terreinbeheerders komen ermee in aanraking. Diefstal van wildcamera's in hun gebied. Ook in natuurgebieden rondom Arnhem worden deze camera's steeds vaker weggehaald. Eentje die hangt toevallig nog wat lager. Daar zo eentje, ja, hoger in de boom. Daar moet je echt met een ladder bij om die eventueel te kunnen stelen. In dit rustgebied voor dieren in de gemeente Arnhem, waar wandelaars niet mogen komen, worden de camera's weggehaald. In de afgelopen jaar tijd zijn er 3 camera's van ons gestolen. We hebben er aangifte van gedaan. Hele kostbare zaken. En ja, weet je, dat is gewoon super zonde. En je kan ze niet blijven aanschaffen. De camera's worden nu hoger geplaatst of vervangen. We zijn overgestapt op wat goedkopere camera's. Die laten ze vaak toch hangen. Naast diefstal worden camera's ook illegaal opgehangen. Veel mensen die zien die wildcamera beelden, die denken van oh, dat is gaaf, die wil ik ook wel zien. Dus dan gaan ze zelf het bos in en hangen ze hun eigen camera in het bos op. Als we die vinden, dan, ja, dan halen we die ook weg. Als we bericht krijgen van mensen, dan kunnen ze hem bij ons komen ophalen. Krijg je daar wel ook een boete bij. Want meestal hangen ze toch wel ver buiten de wegen en de paden. En ja, dan mag je officieel niet komen. We hebben de wolf ook op camera gehad. Ik heb de wolf nog niet in het echt gezien. Collega's die hebben hem wel al gezien. Beetje jammer. Professionele voedselbossen. Op dit moment zijn er nog slechts enkele in Nederland. Maar de populariteit neemt toe. Op de rand van Arnhem, in de wijk Schuitgaaf, bij Park Lingenzegen, gaan Wietse, Sascha, Simon en Katja er een beginnen. En dat is een hele stap voor deze twintigers uit de Randstad. We gaan hier een voedselbos beginnen op het stuk veld hier achter mij. Het stuk is 13 hectare en we gaan daar 3 verschillende voedselbossen op aanplanten. Dus over een aantal jaar zal het er hier heel anders uitzien met allerlei verschillende soorten eetbare bomen. Een voedselbos is een ecosysteem waarbij je de bodem zoveel mogelijk met rust laat. Er wordt niet bemest of gespoten. Dit bos kunnen straks mensen lekker langslopen, planten een plukroute aan. Dus je krijgt nog steeds de wandelroute, die blijft bestaan. Maar dan kunnen ze gewoon zelf, als ze dat willen in het seizoen, plukken wat ze willen. Het is wel een meerjarenplan.
Echte oogst is pas 7 jaar na de start te verwachten. Het is dus niet iets wat je zomaar even voor de korte termijn doet. Nee, het is absoluut een landbouwmethode voor de lange termijn, dat klopt. Het is ook, normaal gesproken ga je niet zo snel op deze leeftijd een commitment aan voor zo lang. Maar omdat dit ons alle vier zo erg aan het hart gaat, willen we ons daar wel heel graag voor inzetten. En is het dus ook het idee dat wij hier de komende decennia dit met z'n vieren gaan beheren. Stemmen op je favoriete kinderboek van het vorig jaar. Dat is wat kinderen de komende 14 dagen kunnen doen tijdens de kinderjury stemweken. De landelijke aftrap van de stemweken was in Apeldoorn. Maar er ook wetenschappelijke experimenten met kinderen werden uitgevoerd. Welkom bij de stemweken van de kinderjury! Mannen in witte jassen die testen op kinderen. Doel, hoe lees je het makkelijkst? Bijvoorbeeld, lees je goed in een bubbelballenbak. Iets van 2 of 3 bladzijdes. En weet je nog hoe het boek heet? Nee. Of lukt het beter tijdens yoga? En wat lees je dan tijdens je oefeningen? Waarom de wereld niet eerlijk is. En weet je dat inmiddels? Ik ben pas bij de 2e bladzijde. Ja, even wat meer zen denken. En door naar de disco. Waarom doet de organisatie van de kinderjury dit kinderen aan? Het is toch wel vaak dat volwassenen zeggen van ga rechtop zitten, doe rustig. Maar misschien is dat wel helemaal niet het allerfijnst. Misschien is het wel veel fijner om op zijn kop te lezen of lekker in de disco te lezen. Ja, laten we maar eens naar kinderen luisteren. Gewoon lezen en niet naar andere kinderen kijken die niet lezen en dan afgeleid worden. Want dan zit je er echt lekker in. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site leest u onder meer dat Provinciale Staten van Gelderland een nationaal kennis- en innovatiecentrum willen om de problemen met het stroomnet aan te pakken. En dat kenniscentrum dat zou dan in de regio Arnhem gevestigd moeten worden. Het hele verhaal op gld.nl. En ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. Ja, mooie lentedag vandaag in Gelderland. Het begon nog wel met wat wolkenvelden, maar geleidelijk aan trok het open. Zoals hier op de foto mooi is te zien met kleine stapelwolkjes. En dat was in heel de provincie wel het geval. Hier ook mooi boven de appelboomgaard. Die kleine stapelwolken en die felle blauwe lucht. Morgen ja, toch wel een heel ander weerbeeld. En dat heeft te maken met bewolking die vanuit het westen komt binnenschuiven. Vandaag zaten we in dit opklaringsgebied, maar de bewolking vanavond die komt Gelderland binnen. En morgen kan er zelfs ook nog af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Vanaf vrijdag dan weer betere omstandigheden, komen er weer meer opklaringen. En dan blijft het droog en de temperatuur die gaat dan ook wat omhoog. Vanavond eerst nog wel die opklaringen, maar vanuit het westen toenemende hoge bewolking. Temperatuur ligt tussen 10 en 11 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. En in de nacht heeft de bewolking al de overhand. De temperatuur zal dan nog maar weinig dalen. De minimumtemperatuur komt uit zo rond de 9 graden. En die zuidwestenwind die blijft gewoon doorstaan. Morgen overdag, weinig ruimte voor de zon. De bewolking overheerst en er valt af en toe wat lichte regen of motregen. Zijn zeker ook droge perioden, want dat wolkendek dat is niet egaal dik. Temperatuur loopt op naar zo'n 14 graden op de meeste plaatsen. En de wind waait uit het zuidwesten, net als vandaag, en is meest matig. En dan de dagen erna, die vrijdag en zaterdag, dan gaat de temperatuur omhoog. 19 graden hebben we gezet. Misschien lokaal wel 20 graden hoor, op die dagen. Dat is niet uitgesloten. Die zuidwestenwind blijft gewoon doorstaan. En het zijn dagen met wolkenvelden en zonnige perioden. Het ziet er best wel aardig uit. Zondag is dan een beetje een overgangsdag. Het blijft dan nog wel droog. Maar de temperatuur komt al een stuk minder hoog uit. En volgende week, ja, dan moeten we toch weer de dikke jas aan gaan trekken. Middagtemperaturen rond 10 graden. En ook de nachten die worden een stuk kouder. Misschien krijgen we aan het eind van de week zelfs wel nachtvorst. Nog een fijne dag.